Rob en Arwel zijn onderweg naar de Groene Jonker, een natuurgebied vlakbij de Nieuwkoopse plassen. Tot 8 jaar geleden was dit gewoon boerenland. Toen hebben ze het teruggegeven aan de natuur. Met als resultaat heel veel vogels en ook wat mensen. Dag mevrouw. U bent heerlijk aan het genieten met de verrekijker in de hand. Ja, een bescheiden verrekijker, maar het is mooi weer en dit is een prachtig gebied. Ik kom hier heel regelmatig. En waar bent u dan naar op zoek? Vogels en natuur, maar vogels. Er zitten honderden, zo niet duizenden kiewieten. Ik weet niet of u ze gezien hebt. Duizenden kiewieten? Ja. Het rare is, ik heb geen flauw idee eigenlijk hoe een kiewiet eruit ziet. Oh, dat is leuk. Ah, ja, de meest beroemde Nederlandse weidevogel. Ik heb geen verrekijker bij. Voor het eind van het item moet ik weten wat een kiewiet is. Komt hier elke week? Ik woon hier achter het rode dak daar, dus dat is lekker dichtbij. Dus 2, 3, 4 keer per week ben ik hier wel, ja. Je ziet van alles, kleine beesten, grote beesten, iets wat gaat bloeien of juist al aan het afsterven is. Ik leg alles zo'n beetje vast in kleine stukjes, omdat ik daar dan zeg maar een soort dvd van de seizoenen van wil maken. En hoe lang bent u er al mee bezig? Ik geloof 4 jaar nu. En wat gevoel heeft u daar dan mee? Het gevoel dat je bij jezelf terug bent. Goeiedag. Zo, dat is een echte camera. Nou, dat valt wel mee hoor. Dat valt wel mee. Ja. En dan op zoek naar? Ja, elke keer een andere soort natuurlijk. Je probeert het uit te breiden. Hè. Je begint eerst met de huismus. Yeah. En nu zitten we bij de steltkluut, noem maar wat. De steltkluut. Nou, hier hebben we al de steltkluut die hier ook zomers voelt. Oké. Okay. Dan kunt u even de kiewiet laten zien. Dan is voor mij dat probleem meteen opgelost. Oh, ik zag hem hier geloof ik. Dus de kiewiet. Ik schaam me een beetje, maar nu weet ik het.